uitzicht vanuit onze kamer. Het is 10 minuten voor 11 s'avonds. En dan kun je zien hoe het verkeer echt door deze centrumstraat kruipt. We lopen even langs het buffet in het Millennium Hotel. Dat ziet er in dit gedeelte nog redelijk traditioneel uit. Hoewel zeer uitgebreid natuurlijk. Hier wordt lekker gekokkereld. Voor de voornamelijk British visitors. Hier begint het echt interessant te worden, want er liggen allerlei pickles. En hier komt dan het Aziatische gedeelte van het ontbijtbuffet, laten we dat niet vergeten. Hier gewoon aan het ontbijten zijn. Met rijstensoep waar je van allerlei ingrediënten in kunt stoppen. En dat gaat gewoon maar even door, gele rijst. En hier staan de curry's te pruttelen. Eitje. Hier wordt à la carte geserveerd op verzoek. Kijk, nog wat curry's. En hier wordt overheerlijk soepje klaargemaakt. Ja, daar kunnen we ook allerlei ingrediënten in worden gestopt. Naanbrood natuurlijk, naanbrood. Met hele pittige dingetjes. En ja, dan denk je van het einde moet ongeveer wel in zicht komen. Maar nee, het gaat nog even door. Kijk, dit zijn de ingrediënten van de soep die hier wordt klaargemaakt. De kantjes. En omdat het publiek hier toch met name Engelstalig is, eindigen we hier weer met een witte bonen in tomatensaus, de sausages, tomatoes verhaal. Kruispunten in de stad. Ja, en je kunt hier alleen al een kwartier naar kijken, of misschien wel meer, van wat hier allemaal gebeurt. We vroegen ons al af hoe mensen in zo'n pakket zo lang uit kunnen houden. Maar we hebben het antwoord ontdekt. Het is een pak met ventilatie. Deze tent is bekend, heb ik maar laten vertellen, in heel Maleisië. En mensen hebben het ervoor over om hier rustig 2-3 uur in de rij te staan voor een lekkere broodje shawarma. En dat maken ze hier klaar dan. Binnen kun je natuurlijk ook eten. Dan moet je daar naar binnen. En dan kun je op een van de verdiepingen kun je een maaltje nuttigen. Nou, hier lopen we dan door het Massage and Beauty District. Kun je hier ook uitgebreid voor terecht. De ene na de andere. Thank you.
En ze staan in de rij. En een uur massage, dat kost hier 45 euro. En dat is dan ongeveer een tientje. Een goed massage dan wel, hè? Voor iets meer van je lichaam betaal je gewoon ook iets meer, maar dat blijft allemaal nog zeer binnen de redelijke perken. En ook de inheemse bevolking gaat er gewoon uitgebreid voor liggen. Soms meerdere malen per week. Ja, en de coconutkraam waar je heerlijke verse jonge kokosnoten kunt kopen. Met lekkere kokosmelk erin en een laagje wat je eruit kan schrapen. En deze kraam die voorop dan het begin van dit straatje. Dat is heel bekend. Nou ja, heel bekend. Het is een van de Food Street straatjes in Kuala Lumpur. En komt hier een grote variëteit aan allerlei lekkere dingen kom je hier tegen. Ook hele gezonde dingen. Lekkere smoothies van vers fruit. Zo'n beker kost iets van een euro. Mango's. Ja, en dat gaat even zo door, hè. Dat gaat even zo door. Best wel kans op succes. Want deze mensen die zijn allemaal op een frietje aan het wachten. En dan moet je een klein gaatje in bijten, zodat de soep eruit kan lopen. Zie je? Want anders dan verbrand je echt je waffel. Ja, en nu kun je opeten. Loeie eet. Oh, en dan zijn we nu in Chinatown. En dan kunnen we hier natuurlijk niet weg uit Maleisië zonder dat we een kop van deze heerlijke curry laksa. Curry laksa hebben gegeten. Heerlijk. Prayer, it's like a part of God that you're putting on yourself.
Maar dit is wel leuk. Hier kan je naar de vesting goed zien. Zie je dat? Hier die punten. Approaching minimums. Minimums.
groep. Dan word je met die open.